Zegt u maar. Ja, die zit heel veel lawaai nu. Dus oh, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn jullie ook wakker? Het is gewoon 6:30. Ja man, we zijn gek. 6:30, we lopen het hotel alweer uit. We hebben allemaal wel redelijk geslapen, geloof ik. Toch? Ja, ik had er nog wel graag een paar uurtjes bij willen. Nou, ik ben wel wakker van de wekker, zowaar. Dus dat is wel unicum voor mij. Ik heb oordopjes in. Bij het stoplicht, ga linksaf naar 6th Avenue. En we luisteren wat Google Maps zegt. We zijn op weg naar een speciaal restaurant voor het ontbijt. Namelijk Ellen Stardust. Maar dat gaan jullie zo meemaken, want we nemen jullie weer mee. Nog een beetje na. Ik heb er niet eens opgekregen. Het was echt ongelooflijk leuk. Lisanna, die moet ook nog even bijkomen van... Maar die lijkt er echt goed zingen, man. Ja, dat is echt normaal. Jesse, wat vond jij ervan? Jij als musical liefhebber? Ja. Ja, en leuk. Ja, leuk. Leuk. Nee, het was echt super tof. Als je de mogelijkheid hebt, ga daar naartoe. Zeker, gewoon doen. Waar gaan we nu We gaan op zoek naar... Ik denk dat we gewoon rechtdoor kunnen gaan, want ik zie daar de Krispy Kreme. Dat betekent dat de M&M store hier in de buurt is. We hebben nog 50 minuten voordat de Big Bus gaat rijden. Oké. Maar misschien staan er al mensen die ons kunnen helpen. Oké. Voor de tickets. Dus, op naar de volgende! We zijn eventjes wat aan het halen. Ja. Ja. We zijn
van plan om een weggeefactie te doen op YouTube. Ja. Maar daarover later meer. Maar dan geven we vast een preview. Van wat vinden jullie leuk? Zoiets? Dat is een lepeltje. Van New York. Maar aan de achterkant. Eén moment hoor, want hij stelt niet scherp. Oh. Ja, nu wel. Klein lepeltje. Hartstikke leuk. Ja. Aan de achterkant is het ineens en dan kun je een flesje bier openen. Ja, ja. Nou ja, hierover later meer. Ja. In the back of the car, on away from the bar. In silence, here we are. Reminding us how we do. What gets said? It's time we come to the end. We circle around and out to win. And I won't stop. Not till I get what I want. And all that I want is you. In a strange place. When the sun goes down, we move into a strange phase. Like we've got nothing left to lose. So we slip through the town with our heads in the clouds. In silence, not a sound. For miles and miles around, fall asleep in the park underneath all the stars. In silence, here we are. We zien allemaal nieuwsbusjes staan en ineens komt Peter tot de ontdekking, want ik zeg, god, we zijn bij een rechtbank. Oh ja, dit is de rechtbank van Trump. Ja, hier, nee, niet van Trump zelf, maar waar die rechtszaak nu gaat. Ja, is. Elke dag. Ja. Vorige week heeft hier iemand zichzelf in de fik gestoken en nu is overleden. Ja. Maar hier is elke dag contract hier. Autootje. Ja, we doen dit dus niet on purpose, maar dit is gewoon omdat we er toevallig langs lopen. Ja. Wij als Trump-haters, dat is wel grappig. Nou, ik dacht heel even wij als Trump-liefhebbers. Nee, nee, nee. Nee, dat is niet. Jesse heeft zijn favoriete auto gevonden. Wat is het, Jesse? Vertel eens even aan de kijkers thuis. Weet ik niet. Wat is de auto? Ja, Lamborghini, maar ik weet niet wat voor soort. Ja, weet ik veel. Lamborghini. We gaan even kijken. Is het zo? Ja. Een echte Lamborghini. Nou, prachtig. Breathe, trust, bless me and release. Climb, heart, never be seen. Closed off, rescue, breathe. Trust, bless me.
terwijl Lisanne de ene Instagram post doet na de andere. 1, 2, daar gaat het voetje. Tjoep! Oh, zo grappig. Wij staan bij de Beam. Die lijkt te zijn geplet onder het ons flatgebouw. Maar wel heel grappig. Beam? Ja, de Beam. Ik bedoel dat Chicago. Chicago? Ja, daar heb je ook zo'n. Dat is de Kidney, toch? De Kidney? Ja. Dat doet iemand denken. Ja. Niet dat ik ooit in Chicago ben geweest, maar dat zien we altijd bij Chicago Fire. Waar ben je? Waar dan? Ben ik in Milt? Ja. Nou, we zijn nu dus bij de brandweerkazerne van de film Ghostbusters. Originele film, hè? Ja, de originele. En het is ook gewoon echt een brandweerkazerne. En die gewoon nog actief is. Dus als er nu brand komt in de buurt, dan moet iedereen aan de kant. Ja. Dan scheurt die brandweerauto naar buiten. De meest beroemde brandweerkazerne van de wereld, denk ik. En alles vanwege een film. You will never be alone. Closure has come to me, myself. You will never be alone to me. Had to turn lay down. Sting on disease, face you out. Should have seen this coming. Go on confusing the soul. Hold my breath to you. Rush your three ways aside. Your rebirth can't hurt. Branch out behind. Achter mij zie je George Washington. Daar. En dat straatje daarvoor was afgesloten, daar konden we niet in. Want ze zijn er bezig met een nieuwe Netflix film of serie. Geen idee, maar een heleboel was afgesloten vanwege opnames van een film of serie. Toch grappig. Hoe heet het ook weer, Tineke? Iets met heroes. Iets met heroes. Zero. Nou ja, zoiets. Zero. Maar goed. Leuk om te zien. Zij hebben alleen vergeten om te filmen. Dit beeld, dat heeft ook een tijdje voor de stier gestaan. As if we belong to some precious pure dream. Cast off, you've seen what's foggy closure.
Nou, kijk eens even, daar hebben we de Raging Bull. Oh nee, Charging Bull. Take two. Kijk eens, daar hebben we de Charging Bull. Aan de voorkant op de foto is maar een klein rijtje. Maar als je zijn ballen wil aanraken, dan moet je eens kijken, wat een rij, man. Alleen maar om de ballen van de stier aan te raken, nou, ik ben niet goed gek. Ja, zie je, dan zitten ze bij de ballen. Viesparken. If I'm gonna snap next, then I gotta snap back. Got a bad feeling, I'm gonna lose the lead. Running from a thing that I kept in 17. Is it even right for my head to keep track? If I'm gonna snap next, then I gotta snap back. Have I burned all the bridges? Bite the hand that helps me, give it finger stitches. Blacklisted from forgiveness for you once. It's been 25 times. It's a but the pressure's overweight. Is it even good for my head to keep track? If I'm gonna snap next, then I gotta snap back. Got a bad feeling, I'm gonna lose the lead. Running from a thing that I keep in 17. En zo zit je in de hop-on, hop-off Big Bush. En zo sta je op een roltrap richting The Edge. En niet die van U2, maar het gebouw. Welcome back to the show. Been a minute. Guess I better move to a fresher approach. Thought I kicked it. It's a new adaptation. It's a backslide. I hate the surprise. And now it's all gone. All of that progress lost today. Discover your reason to work and
and your aimless dreaming has found a target, and you normalize and greed, all function returned. Came home early, 1:45. I don't even want, I'm coming for you. Carry pictures in our pretend wallets of ourselves in heavily edited 70s, with better handwriting and longer days at the park and dinners with no drama. The professor and Marianne came home early, 1:45. I don't need more wine, I'm coming for you. Summit One Vanderbilt. We staan in een hele dikke rij. Kijk, zeker een uurtje. Hai, half uur. We gaan het zien. Heb ik erin? Cool.
We zijn inmiddels alweer een tijdje verder. En het regent. Maar kut weer hier in New York. Oh, het miesert, kom op. Peter had het weer een superlatieve. Maar nog even over de summit. We zijn er tegen Peter. Het is eigenlijk heel mooi dat ze al die verschillende dingen hebben, maar... Mijn arm. Maar, zo. Maar qua uitzicht... Ja, je staat wel heel dicht op de Empire State en de Chrysler Building. Ja, voor de rest... ja, er is wel een prachtig uitzicht. Je moet ook niet vergeten, dit was onze vierde hoogte ding al, hè? Ja, observatiedek-achtig. Het vierde al. Ja. En op een gegeven moment dan raak je er toch een beetje aan gewend. En dan denk je, oh, is dit nou zoveel mooier dan die andere? Qua uitzichten niet. Want... Het is allemaal wel heel mooi. Ja. Alleen, dit was wel heel leuk met die ballen en de spiegel. Ja, er zit heel veel kunst en zo zit erin. Wat allemaal te maken heeft met licht en reflectie en dat soort dingen. Ja, best wel dus dat leuk. Maakt het wel weer heel erg leuk. Dus een aanrader. Ik vind het veel leuker dan die Ed. Ja, zeker. Een afstand de minst leuk. Ja. Waar gaan we naartoe? Eten. Eten. Waar gaan we voor eten? Die naam niet, ik weet het wel. Waar gaan we eten? Raising Cane's. Hoe? Raising Cane's. Raising Cane's? Wat is dat? Dan kan ik kip of zo en een saus kippen. Ik weet het niet. En die vrienden maar zijn we echt moeten eten. Jesse wil ook graag eten. Een vriendin? Welke vriendin? Mika. Mika. Nou, Mika, als het niet lekker is, dan doen we je wat. Jouw schuld. Raising Cane's. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het meemaken. Het is druk namelijk, heel druk. Heel druk, heel druk. Aan onze Raising Cane's. Ik heb alleen geen kip, dus ik kan niet echt
De zoon heeft geen saus. Wow, het was een gekke boel in het restaurant. Het was gewoon echt totaal geen plek. Je kon nergens zitten. Dus we zitten nu lekker in de lobby van Hotel St. James. Aan 45th Street / Times Square. Zal ik even een eerste review geven van de frietjes? Ja, doe maar. Nou, slap. Kijken. Slap aap. Slap aap. Ik vind het wel lekker. Oké, okay, nou dat is belangrijk. Als jullie het maar lekker vinden. Een beetje crispy, maar ook zacht aan de binnenkant. Oké. Okay. Nou, ik ga ook even een poging wagen aan mijn boxed combo. Eet smakelijk! Hallo, daar zijn we. Nou ja, na de metro en een stukje lopen zijn we aangekomen bij de Field of Light. En dat is dus een heel groot grasveld met allemaal lampjes en die veranderen ook elke keer van kleur. En daar kun je dus tussendoor lopen, die is gratis, maar je moet wel een tijdslot reserveren. Oké, okay. Heeft dit nog wat te betekenen? Nee, niet dat ik weet. Ja, ik las net wel iets van, omdat er voornamelijk verticale lichtjes zijn in New York, dat dit nu een... zeg maar uitgestrekt is met lampjes. Dat is wat ik meegemaakt heb. Maar ik moet zeggen, het late tijdstip, mijn hoofd is niet al te best. Lisanne, jij hebt de lampjes verteld toch? Hoeveel zijn het er? 2,6 miljoen lampjes. Nou, zoek thuis maar even op Google of het ook echt zo is. Fieldoflight.com. Feeling that Friday's famous fall. Yeah, I'm looking for some action, and it's out there somewhere. You can feel the electricity all in the evening air. And it may just be more of the same, but sometimes you wanna go when everyone knows your name. So I guess I'll have to wait and see. But I'm just gonna let something brand new happen to me. And it's alright. I won't do, 'cause you know that you're just mine. I'm alive this evening. It was love at first sight. This Saturday and every Saturday for the rest of my life. And everyone standing in line. Yeah, looking good and looking for a real good time. So I'll never have to wonder if I'll have someone to share all of this with. And it's alright. It's alright. Allemaal lampjes. Wauw. Kijk in de lucht, zo'n lampje. Onze selfie-prinses is ook weer bezig. Ja, gaat het licht aan? Ja, de bus komt eruit. We staan al achter op de bus die ons terugbrengt naar het hotel. Bijna. Ja, komt ie? Yes, komt ie. M1, M2, M3, M4 en Q32. Een M42. Ja, ja. Met de bos. Hier maar dan. Ja, anders dan een metro. Zo zie je nog eens wat van de stad. Mooi, valt er tegen. This stop is West 42nd Street and Avenue of the Americas. Kom maar.
Carl St. James. Doe maar. Zijn er weer. Welkom in Hotel St. James. Ik pak op de trap, want het is mijn eerste verdieping. En een hoekje om. En dan zijn we er. Welkom in de zooi die onze kamer heet. Ja, ja. Nou, dit is hem dan. Een vierpersoonskamer. Twee bedden. Een spiegel voor Lisanne. En een badkamertje. Allemaal simpel, maar effectief. Hey, hey, dit was een lange dag. Maar we zijn weer op onze hotelkamer en dit is de laatste nacht hier in dit hotel. Morgenochtend vertrekken we met de huurauto naar onze volgende bestemming. Het is 9:55 trouwens en ik zie dat ik bijna 25.000 stappen en 18 kilometer heb gelopen. En dit was trouwens de dag dat we de hele dag Big Bus zouden doen. Ja, maar je loopt toch altijd... Toch weer veel gelopen. Maar jullie hebben vandaag gezien dat we in een souvenirswinkeltje waren. We hebben een stapeltje souvenirs gekocht en eentje ervan... Kan van jou zijn. Die kan van jou zijn, maar die gaan we weggeven aan onze trouwe kijkers. Wat je ervoor moet doen is eigenlijk heel simpel. Je moet even een like geven op deze video. Duimpje omhoog. Even een reactie, onder deze video. Een reactie plaatsen. Dus iedereen die een reactie plaatst, die doet mee. En ja, naast de like en de reactie ook abonneren. Abonneren. Dus abonneer even. Er komen nog wel een paar weggeefacties deze vakantie. Maar wil je deze winnen? Ik zet wel even een fotootje erbij, want het is niet heel goed te zien, denk ik. Het is een lepeltje. Ja. En met de Amerikaanse vlag, met de Statue of Liberty. New York staat erop. En aan de achterkant is wel grappig, is het een flesopener. Dus voor de bierdrinkers onder ons. Sleutelhangen labeltje met een bieropener. Dus wil je die hebben? Liken, abonneren en laat een reactie achter. Wij zien jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Zeker bedankt. Tot de volgende keer. Doei.